We staan hier nou op een mooi kantoortje. Nou ja, kantoor Kurken. Mooie kasten, mooie boeken. Maar wat zijn dat allemaal voor boeken? Want mooie foto op de achtergrond van dit bedrijf. Het is mijn oude kantoor. Ik heb hier gezeten, maar we hebben het op een gegeven moment omgebouwd tot Foodlab. Dus dan kon ik lekker een beetje koken en een beetje... Voor de klanten nemen we hier mee naartoe. En dan gaan we altijd hier lekker voor ze koken met onze mosterd en sausproducten. En de boeken, dat is privécollectie die ik door de jaren heen heb gespaard en gekregen. En dit is een klein deel ervan. En dat staat, de rest staat bij mij op kantoor. De mooiste boeken eigenlijk. Maar ja, hier af en toe voor een beetje inspiratie halen we hier wel vooruit. Ja. Ik hoorde, je hebt ook op school gezeten. Ja, hoorde ik net. Ja. En er staan dus ook schoolboeken bij. Ja. Nog van je oude school. Ja. Zijn dat er veel of zijn dat er een stuk of... Twee. Nou, hier staan er twee en deze hebben we ook nog. Dat is keuken, dat was de tijd dat ik voor kok studeerde, maar leerde voor beroepsbegeleidende leerwerk heet dat. En dit is eigenlijk het allermooiste. Want dat is het echt oude boek waar ik ooit in ben begonnen in de LTS. En hier staat nou, bitterballen niet in, maar wel kroketten. Tot in de treuren moeten we kroketten draaien, helemaal suf van. Zij is goed voor je roltechniek, zei ze dan. Oh ja. Nou, dat zie je wel. Ja, dus maar die onder Norp, die heeft ook op de Helderschool gezeten. Ik denk dat Norp deze wel heeft, maar Norp maakt ze waarschijnlijk uit de Pauli. Dat is deze. Dit is het oude boek waar, ja, dit is eigenlijk een beetje... Zonder jolle kroketten draaien al een boek nodig, hè? Ik denk als we gaan zoeken, het staat er voorop zelfs, de bitterbal, zie je dat? Hier. Ja. Zo eens kijken of erin staat, bitterballen. Lekker makkelijk met die handschoen, met de spietjes. Dan moet ze voor mij even uitdoen, hoor. Wat mag dat? Dat is super makkelijker. Hier gaan we kijken, bitterballen. Ja, zo'n bitterballen hier bij de Frans landen, boek, hè? Ja. Bitterballen. Dan is het er bij de zee. Ik denk het niet, hoor. Die Fransen die kennen dat niet, hè? Ik weet ook niet wat bitterballen in het Frans is, hoor, trouwens. Dat zet ik. Ja, 444. Nou, ook nog deel bij de 11 ook nog. Dat moet wezen. Ja, dat heeft echt zo moeten zijn, dat ik dat toen niet gezien heb. Dat is een teken aan de wand. 444. 46, daar komt 400. Hier. Dus even kijken, kroket. Bitterballen. Een populaire snack bij cocktailparties. Nou, ja. Nog steeds. Dus, de party zijn van de partij. Ja, toch? Blijft de populaire snack. Ja, dit is grappig. Dus maar, je hebt Johnny Boer nog les gegeven? Of? Ja, nog. Af en toe belt hij nog wel eens de kaart gemaakt. Ah, top man. Nee, ik heb bij hem in bijna 8 jaar gewerkt. Waarvan een jaar of 3 in de keuken. En de laatste 5 jaar heb ik de winkel gedaan als bedrijfsleider, zeg maar. Dus ja, mooie tijd. Mooi. Ja. Nou, veel bitterballen verkocht. En we verkochten daar ook bitterballen, ja. Ja, er waren wel iets andere bitterballen trouwens, met eekhoortjes, brood en zo. Ah, ja. Nou, ben je alweer wat bieren wel? Ik wel. Nou, dan stop je dan weer mee. Heb je weer bokken van Alia? Die ook? Ik heb weer een droge mond ervan. Ja, zie je. Nat nek. Van die bitterballen en... Goedenavond. Batsen, beschikt wat een gezelschap. We bent wie weer in terecht te komen. Dat je hier zomaar in de schoorworpen, hè? Dat dacht ik. Zo van het een op het ander. Nou, en misschien wel een mooie tafel. Heb je er nooit anders in? Nou, zo'n mooie tafel. Zo groot nog niet, hè? Nee, ook zo groot. Zo groot. Nou, je hebt toch een knus. Lekker, hè? Maar zullen we eerst eens in het begin van waar je bent en bij wie je bent? Misschien dat we ik weet dat de stadspunt is. Ja, nee, dat kunnen we zien, hè? Zullen we eens beginnen om te volgen of ze een voorstel rond die gaan doen? Dat lijkt me een goed plan, Hans. Nou, begin ik even bij u. Wij zijn Prins Ballig de Eerste. Christian Lens in dagelijks leven. En getrouwd met Nina Lisa, een vader van 3 kindjes, Nola, Boe en Juno. Zo, dus een leven naast de mosterd, dat is er ook nog. Er is nog een leven naast de mosterd en naast de carnaval, al zou je het niet zeggen nu. Nee, maar, nou dan gaan we even... Zullen we het eerst even wat informeler maken? Wat met die steek op en de gerammel de hele tijd. Ik vind het helemaal leuk als de rest dat ook wil. Ja, zullen we dat doen? Volgens de hoogheid. Ah, anderhalve meter veer. Kijk, iedereen heeft mooi haar, een beetje grijs. Ja, dan zit, nu valt het wel op, hè. Valt wel door de mand gelijk. Paar grijze haartjes. Zit het nou goed? Ja. Nou, we gaan nog even verder met... dat is lekker wild. Ja, dat is wel wild. Ja, dan krijg je een steen. Mijn naam is Geke de Kleine en ik ben adjudant Bitter. En wil ik nog meer vertellen over mezelf? Nou, ik woon samen met Giel. Ik werk bij Schuttelaar. Heb ik, sinds kort ben ik daar werkzaam. En, ja. Mooi.
heel goed bevriend met deze twee mannen. Ze lijken een beetje op elkaar, dus ik denk dan wel... Ja, ik ben het jongste broertje van de drie. Christian is mijn middelste broer, mijn naam is Julia Lenze. Ik heb een zoontje, Hugo, en getrouwd met Patricia Lenze. Ik woon achter in Wietum, dus vlakbij hier. En in het dagelijks leven zit ik in de telecom accessoires, dus heel wat anders. En ja, ik heb nu het geluk dat wij een heel mooi lang seizoen met elkaar carnaval mogen vieren. Dus ik kan met mijn broer en een goede vriendin bijna elk weekend op stap. Nou, dat maak je natuurlijk niet altijd mee. Dus nee, dat is zonder ruzie thuis dan, hè? En ook nog zonder ruzie thuis, ja. 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 Dus je vergeet je tweede keer. Dat is natuurlijk het mooiste, hè? Oh ja, ik vergeet nog een klein... Ja, ik heb ook nog een hondje. Ik heb een beagle. Ja, ja, ja. En dat, heel goed opgevoed. Is heel goed opgevoed. Met een beagle gaat het ook altijd heel goed. Dus, ja. Maar dat is ook wel een klein beetje een kind. Die is altijd bij me. Dus die heb ik ook nog. Maar die is 2,5. En dan heb ik iets meer werk aan dan mijn eigen kindje. Die is 1,5. Of ja, inmiddels 18 maanden. Maar, hij ligt nu onder de tafel? Nee, nee, hij is nu niet mee. Nee, nee. Dat mag hij niet, hè. Dan krijgen we met de horeca discussiepunten. Ja, ja. Dus ja, dat is... Nou, mooi. En dan gaan we eens even verder naar die jonge dame daar. Ik mag wel jonge dame zeggen, want het is nou... Stel u zich eens even voor. Nou, ik ben Celine Spruit, ik ben 12 jaar. En ik ben jeugdigheid van de Eileuvers en prinses van de Eipiepers. En in het dagelijks leven zit ik heel vaak op school, voor huiswerk. Op de Rebecca Scholengemeenschap in klas 1K1. En verkering? Nee. Nee. Oh, maar dat moet na zo'n jaar dan wel goed komen. Ik wil zeggen, ze staan straks in de rij hoor, na het seizoen. En jij wordt ook geassisteerd door twee adjudantes. Ik ben Suus, ik ben Suus Lipman, ik ben 10 jaar oud en ik ben adjudant van de Eilovers. En je zit op school en je hebt verkering. Ja, ik heb inderdaad verkeerd. Oh, nou, oh, kijk. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dus die ontmoeten we straks ook nog wel een keertje tijdens de carnaval. Ah, kijk, dat bedoel ik. Ja, ik ben Evie Habers en ik zit op... ik ben geleid, dus ik help Celine. En ik zit op Meander College, MH1-1 en ja. Verliefd, verloofd, getrouwd? Nee. Nee. Nou, dus dat geldt dan voor jou ook straks. Iedereen die staat in de rij voor... Maar goed, we zijn hier dus op het bedrijf van... Van jou, ja. De mosterdmakerij? Mosterdmakerij, ja. Ooit in 1983 natuurlijk gestart in de Wijndragers Toren, nu café Het Beugeltje. En dat werd allemaal een beetje klein. En we zijn nog heel even een klein uitstapje naar de Tuinstraat. En toen hier naartoe. En eigenlijk waar we nu zitten is het ook allemaal begonnen. Dus in dit pand, toen Harry dat kocht in 2004, als ik het goed zeg. Toen kwamen ze binnen en zeiden ze, nou, daar kunnen we 10 jaar voor. En in 2 jaar later hebben we de buren gekocht. En zo zijn we het rijtje helemaal afgegaan. En inmiddels nog een pand aan de overkant erbij. En afgelopen jaar met een beetje succes op barbecue sausen werd het helemaal klein. Dus het is nu alleen nog de productielocatie en we zitten in ons magazijn. Nog 300 meter verderop in de kantoren. Dus ja, een beetje gegroeid. Hoe komen de Eileuvers nou op het idee om een mosterdboer te vragen als hoogheid? je kunt je daar niet voor opgeven. Het is, ik ben volledig overvallen. In de zomer, op 13 juli, Sander Dol. We zouden gaan praten over een mosterdkookboek. Nou, we hadden het al eens over gehad, dus dat leek heel logisch. En toen kwam het hele spul wel forse de trap op. En toen kwam de vraag. En ik heb me laten vertellen, maar ze zeggen er nog niet te veel over. Dat krijg je na die tijd allemaal te horen. Dat je moet een beetje het feestje houden. Nou, dat lukt wel. Het wordt het 25e jaar dat we carnaval vieren. Zwolle, een beetje wat met Zwolle hebben, een beetje kunnen praten, een beetje lullen, moet dat nog kunnen. Maar heb je jezelf moeten aanleren? Of, dat lullen? Of ja? Dat, ja. Oh, dat is door de loop der jaren en alle clubs die hier komen en club en mensen natuurlijk, dan wordt het wel makkelijk. Maar het blijft spannend hoor, ja. Dat iedere keer weer als je dan... De gezonde spanning. Gezonde spanning, even een klein trilletje en dan daarna dan... Goed. Het wordt nu, na een paar keer wordt het makkelijker, dus dan rolt het er iets makkelijker uit. Ja. Je leert de mensen ook kennen tegen wie je spreekt. Ja, dat is ook, dat scheelt zeker. Maar ja, goed, er gaat er altijd eentje voor die zo lekker kan praten. Nee, dus dan moet ik altijd, sta altijd in de schaduw. Ja. Ook in de leuke dingetjes uit de speech, hè? Mooi, hè? Ja. Super. Ja. Maar goed, en dan
dan komen ze bij je en dan is het van, nou, heb je er zin om? Hou je van het feestje? En dan moet je dan zeggen van ja? Of, nou, ze komen de trap op met een bord en daar staat dan op of je de nieuwe stadsprins wil worden. Dus ik zag dat bord, ik schoot natuurlijk helemaal vol. Want het was, ja, dat is wel een kleine of kleine, een grote droom die uitkomt. Vinkje op de bucketlist. En ja, dus toen werd er nog even flink gezongen, de fantastieke. En toen dat klaar was, toen zei onze Fofo Happy, die zei van, wil jij ons voorgaan komend seizoen? Nou, daar had ik toch gauw een krappe seconde voor nodig om ja te roepen. Toen zei hij, moet je dat niet nog even met je vrouw overleggen? Ik zeg, oh nee. Ik zei, dat is ook echt zo. Voor het huwelijk heb ik gezegd, van, er zijn twee dingen die moet je van mij accepteren. Dat is carnaval en vuurwerk. Maar ja, dat het dit in zou houden, nee, we hebben het wel even thuis nog overlegd. Dus s'avonds heb je naar Forstkinne, we hebben witte rook. En ja, dan ga je molen in. En dat begint al in juli, dus de voorbereidingen en overleg en begeleiders erbij. En ja, heel bijzonder. Ja, en dan ga je natuurlijk ook nadenken, dat was diep nadenken, om bijvoorbeeld Geken erbij te vragen. Ja, dat was, ja, niemand wilde nog. Niemand wilde met ons door Sassendonk heen. Dat was dus de laatste optie. Nee, Geken, we kennen elkaar al zo lang. Ze zijn zelfs heel ver weg nog familie. Schijnt. Ja. Maar nee, Geken kijk al heel lang. Ja, mijn broertje was natuurlijk, dat was voor mij duidelijk. Dat was gewoon, dat wist ik meteen. En Geken eigenlijk ook wel. Omdat we een clubje hebben, clubje het Vijfde Wiel, genoemd naar Geken. We hebben nu het reservewiel, dat is een vriend. Het reservewiel. Nee, dat is. Het stond voor mij wel een beetje vast. Maar ik heb ook een hele goede contact. Ik viel 30 jaar carnaval met Nel, een van de hofnaaisters. Dat was nog een beetje, ook nog wel even getwijfeld hebben van is dat niet ook een goede adjudant. Maar uiteindelijk toch voor. Ja, die was heel erg blij voor je, tot de avond dat je eruit kwam. Heb je het filmpje gezien of niet? Ja, ik mag er niks over zeggen, want wat ze heeft gezegd, als dat uitkomt, ja. Die sprong echt een gat in de lucht, ja. Ja, die had het totaal, die roept al een paar jaar, maar ja, dat zegt dus niks. Hè. Je kunt wel roepen, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Maar toen kwam ze achter de schermen, want er wordt altijd, dan moet het pak aangetrokken worden, hè, van, dan mag je niks meer zelf. Ik mocht mijn eigen panty nog niet vasthouden, dat is heel apart hoor, voor het eerst. Dus dan worden de dames het pak gehezen, maar voor die tijd word je dus eerst voorgesteld. Dus die kwam binnengelopen en die schrok zich helemaal. Die ging, ja, het is. Ja. Sorry nou. Mooi. Sorry, ik heb het toch verteld. Ja, nou goed, en dan, maar ja, dan Geken, ja. Hoe doe je dat dan allemaal? Met twee mannen, met hè? Vooral een mooie vol. Nee, ja, weet je, wij vieren al, denk ik, 8 jaar. Ja, 10, denk ik. Ja, wij al wel lang, hè? Ja, ja. Nou, we kwamen elkaar vroeger al tegen en zijn vrouw is mijn beste vriendin. Die ken ik al vanaf mijn 4, dus wij vierden vroeger al met vriendinnen carnaval. En later kwamen eigenlijk de mannen erbij. Die mochten ook een avondje mee. Ja, nu zijn we gewoon met z'n zessen. En, nou, dit jaar weer wat meer met z'n drieën. En Michiel loopt met twee vrouwen. Ja. Ja. Michiel doet het precies andersom. Ja. Nou, en je hebt de schoen nog steeds aan? Ja. Ja. Doe ik wat als trots? Het gaat hartstikke goed, ja. Nee, hartstikke leuk. Ja, het is, trots om naast je broer te staan. Ja, echt super trots. En ik gaf hem afgelopen zaterdag het compliment. Het is natuurlijk in het begin allemaal een beetje wennen, maar de speeches gaan steeds beter en worden. Ja, dat vind ik wel. Dus het gaat echt hartstikke goed en ik ben super trots op hoe hij het doet. Dus het is voor mij wel heel bijzonder om het aan de zijkant zo mee te maken. Ja. En we vinden het samen ook allebei echt hartstikke leuk. Dus we proberen ook samen wel met een geintje even de serieuze kanten erbij te pakken. Ja. Het bierglas mag niet zelf weggezet worden, dus ja, zitten we altijd net een beetje te spelen wie de eerder is, zeg maar. Dus, maar hoe vind je dat dan zondag met dat ijselwater? Dat waren zulke glazen. Ja, dat was. Dat is ook lekker, hè? Poeh, dat was lekker. Nou, ik vond dat Raja beter dan ijselwater. Het was onze kijk mee. Oh ja, was heerlijk. Het was goed sterk in ieder geval, dat is ik het zeker is. Ja, hartstikke leuk gedaan. Was sowieso ook een leuke receptie. Ja, voor ons is het. Mooi dat ze erbij zijn. Ja. Zeg je? Maar mooi dat dat erbij is, een nieuwe vereniging. Het is weer een aanvulling op Sassendonk. Ja. En veel jeugd, hè, dat hadden we ook nog gezegd, en dat konden we echt merken. Er was enorm veel jeugd ook afgelopen zondag op de receptie. En die waren met z'n allen zichtbaar aan het dansen en genieten. Ja. Ja, en dat maakte het natuurlijk extra leuk met elkaar, zeg maar. Want dat is natuurlijk iets waar wij voor staan, zeg maar. Dus als dat dan samenvoegt op zo'n dag en je ziet iedereen genieten, dan
ga je lekker naar huis, zeg maar. Ja, toch? Ja. Ja. En dat is ook het leuke van een middagreceptie natuurlijk, ten opzichte van de avond. Dan is die jeugd natuurlijk ook weer iets eerder weg. Dus dat was heel erg leuk afgelopen zondag. Dus ja, was gezellig samen. Een feestje. Ja. Ja, heb je nog een intelligente vraag? Ik heb het niet meer. Ja, ik heb het alweer zat, maar Geek had gesproken van niet te moeilijk doen. Nou, nee, maar ik zag op Facebook een evenement voorbij komen, waar nog wel wat discussie over was. Het grote ballenontbijt. Ja. Misschien is dit mogelijkheid om het een en ander even te verhelderen. Nou ja, het grote ballenontbijt is natuurlijk een fantastisch initiatief. En wij lijken gewoon alles wat met eten te maken heeft natuurlijk. Dus dat is gewoon, daar doe ik niet eens om na te denken. Dat meteen vind ik leuk. Nee, dat viel wat ongelukkig. Achteraf was dat een vergissing in de timing. Omdat onze dames dan natuurlijk de paal aan het opzetten zijn. Dus dat was even een beetje ongelukkig. Maar we hadden daar ook niks mee te maken. Ze hebben gewoon ons logo gebruikt. En wij vinden dat gewoon super. Hoe meer initiatieven er zijn. Iedereen staat daar straks te wachten. En het is ervoor bedoeld om als iedereen straks staat te wachten dat die trein het station binnenrolt. Daar kon je vroeger nog wat te eten krijgen, maar ja, je kunt daar natuurlijk niet de hele ochtend op een lege maas staan. Hij heeft vrijdag flink in de pimpel opgezet. Biertje, twee boterham en ham. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel zo. Ja, hebben ze nu. Ja, dus dat is wel, nee, maar dat is ook zo. Maar dit, weet je, mensen kunnen nu een hapje eten en dat is eigenlijk bedoeld. Maar het tijdstip is dus nou iets verplaatst. Eerst 9:30. Dus niet meer om 9:00 en dat was gewoon ongelukkig gekozen. En nogmaals, het was niet van ons, we hadden niks mee te maken. Ja, als ik eten zie of iets wat met eten maken, heb ik wel blind. Dat was gewoon vaak. Nee, maar het is nou voor iedereen helder, dus de discussie is gesloten wat ons betreft. Ja. Klaar toch? Ja, absoluut. Ja. Dat is intelligent, hè? Zullen we dan eens even naar de jeugd gaan? Nou, we hebben het allemaal gehoord van de stadsprins. En dan hebben we een jeugdprinses. Hoe gaat dat bij de jeugd? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar eerder naar huis, ook veel speechen. En met speeches ook af en toe een beetje trillen in de benen. Maar het gaat ook wel goed, maar ik wil eerder uitpak. Nou, maar eigenlijk bedoel ik van, zijn ze ook bij jou geweest om te vragen van, god, zou jij het wel willen worden? Ja. Ja, maar dat komt. Daar zit wel achter volgens mij, Hans. Dus, maar dat moet je opgeven of... We moesten een filmpje maken en dat hebben we bij Meinders en Bendes gedaan. En ja, die moest je dan versturen. En toen kwamen ze een dag nadat Prinsenbal 1 opkwam, kwamen hun bij ons aan de deur. Wij gingen eerst allemaal make-uppen en dat soort dingen doen. En daarna was het dus zo, er stonden 3 mensen met hele stapels met pizza aan de deur. Nou, wij schrokken heel erg. En toen hebben ze maar binnengelaten. Maar we hadden geen pizza besteld. En toen kreeg ik een doos overhandigd. Kregen wij een doos overhandigd. En er stond in, jij bent de keuze als nieuwe stadsjeugdigheid van Sassenbonk. En toen wisten we even niet meer of we nou moesten lachen of huilen. Wat is het geworden? Allebei tegelijk. Maar toen waren hun er al? Of heb jij ze na die tijd? Of heb je dat van tevoren al gezegd, als ik het word, willen jullie dan mijn adjudant worden? Oké, dus jullie zaten al alle 3 thuis en dan komt er zo'n pizza-courier, die komt er dan. Ja. Zo'n kleintje en die slaat er dan dozen. Nou, en hoe gaat dat dan verder? Dan heb je ja gezegd. Ja. En dan krijg je de staf en de steek op. En dan ga je buitenfoto's maken. En dan ga je champagne drinken. Doe maar. En daarna gingen we nog naar de McDonald's. Dus dat was wel grappig. Hebba, naar de McDonald's. En eerst al die pizza's. Ja. En dan nog een keer naar de McDonald's. Koude pizza. Koude pizza, ja. Koude pizza. Die hebben we wel gegeten. Ze waren zo verdonderd dat ze met z'n 3 koude pizza's naar binnen hebben gewerkt. Mooi. Maar goed, dan moet je thuis, heb je natuurlijk een heleboel te regelen. Ja. Met ouders, met moeders, opa's en oma's. Want ik denk niet dat de moeders en dat allemaal zelf kunnen doen. Dus dat is iedereen inschakelen. Is dat bij jullie ook zo? Een klein beetje. Ja, niet zo verlegen, man. Een heel zwolle ziekje straks, hè? Zwolle is niet zo groot als. Nou, en jullie ouders houden zelf ook van een feestje, toch? Ja. Dus dat gaat mooi mee. Ja? Ja. Oh, nou, dat is dan alweer een meervalletje. We vieren ook zelf carnaval.
Ja. En mijn zus is ook zelf adjudant geweest, dus ja. Dus je wist al een beetje wat het in is. Ja, dat wordt ook makkelijker, toch? Maar dan heb je straks, dan hebben we natuurlijk het carnaval 1 maart. Maar 2, 3, 4 maart, dan moet je gewoon naar school. Hoe doen we dat? Vrijvragen. En heb je al vrij gekregen? Ja. Ja? Oh, dus dat was wel makkelijk. Ja, maar dan kun je natuurlijk zeggen van, wij zijn de stadsprins, prinses Celine van Zwolle. Ik wil graag vrij. Nou, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Hele brief invullen en dan moet je naar de receptie lopen, inleveren. En dan gaan ze overleggen. Het duurt bij ons ongeveer 6 weken totdat we echt vrij kregen. Dus ja. Zo, dus dat, de school is dan niet erg meegaand? Nee. Maar de prestaties op school, hebben die er ook onder te lijden bij jullie? Of, Weet niet, ik denk het wel. Want je hebt natuurlijk wel heel veel feestjes, recepties en je moet natuurlijk nog een keer bij elkaar komen. En je gaat natuurlijk nog een keertje, zoals nou ook weer, het wordt nou ook geen 9 uur dat je op bed ligt. Want is 9 uur is denk ik een beetje de bedtijd. Ja, zie je, dat bedoel ik. Dus ik maak het ook wel later als 9 uur, hoor. Ja, nee, maar doe maar zoals door de week, weet je wel. Het gaat later als ons, hoor. Dan krijg je gewoon nog appjes, dan lig ik al op één uur. Wat is normaal, dan is het zo van de stadsprins doet het licht uit, maar dan doet het 6 uur het licht uit. Dat is nog een slaapfeestje met elkaar, tot 6 uur. 5 uur gingen we slapen. 9 uur werden we wakker. Ja, nou, wel leuk dan. Ja, jullie zijn het. En hebben jullie nog dingen wat jullie met z'n zessen gaan doen? Wat wij mogen weten, want er zijn natuurlijk ook dingen wat je niet mag weten. Moet je ook niet vertellen, maar ik zou het wel leuk vinden dat we een scoop hebben. De uitdaging. Nou, vertel eens even de uitdaging. Wat is de uitdaging? Toch niet iets met Ali B of zo, hè? Want dat was vorig jaar. Nee, heel anders. Oh. Nou, we gaan in april, dus na carnaval, gaan we sporten. Gaan we een maand lang gaan we 2 keer in de week sporten. Eén keer korfbal en 1 keer volleybal in de week. En dan moeten hun 5 kilo afvallen. Voor hun ook? Nou, met name u, maar... Met z'n drieën moet het lukken. Met z'n drieën 5 kilo of apart 5 kilo? Apart. Oh. Ja, een ander. Spannende. Ik zie al daar een paar oogjes. We hebben er zin in. Gewoon bij de eerste weging een paar baksteden in de zak. Dat is niet nodig, dat komt wel goed. Maar we hebben een tegenprestatie die haalbaar is. Dus. Ik wou net zeggen, we pakken de drugs zondag. Maar wat is dan... Oh nee, dat mag ik natuurlijk niet weten. Nee, dat gaan we nog niet zeggen. Maar die wordt wel leuk. Dat gaan ze echt heel leuk vinden. En verantwoord ook. Oké. Ja, McDonald's is ook... Nee, dat zeg ik ook niet. Klein tipje, kun je er vast over nadenken. Oké. Heel vorig jaar was er iets met Ali B en die kon niet en die wou niet. Slaapfeestje, vloggers die niet komen opdagen, die niet eens reageren. Het is allemaal... Dat is lastig. Dat is niks. Nee. Maar we hebben nog een hoop leuke dingen met elkaar anders gepland zijn. Hè? We gaan veel de jeugd opzoeken, gezamenlijk met z'n allen. Dus dat was dus mijn volgende vraag. Van, wat gaan jullie doen voor de carnavalsjeugd? Zijn er nog dingen gepland in Zwolle? Ja, zeker. We hebben voor de jeugd is er sowieso dit jaar veel meer. Dus we hadden eerst vorig jaar alleen Hedel natuurlijk, alleen op de zaterdagavond. En we hadden contact gehad met de HES en die is daar ook heel actief in. En de cafés ook. Echt fantastisch om te zien dat echt opgepakt wordt nu. Dus we hebben wat contact gehad. We hebben daar binnen de vereniging het een en ander over gezegd. Maar we hebben vrijdagavond nu de Bommel. Dus daar is de jeugd. En dan praat ik wel over de leeftijd 14 tot 18, 21 geloof ik. Dus we moeten nog zien dat we daar binnen zien te komen. Eigenlijk willen we er gewoon langs. Hedon gaan we sowieso, dat weten we al. Maar daar willen we ook langs. Maar dat schijnt al ingewikkeld te zijn. En zondag gaan wij in ieder geval samen in de Bommel is dat geloof ik. Bloepers. Bloepers, ja. Sorry. Bommel was jeugd. Bloepers gaan wij samen... ik ben daar sowieso een uur meet and greet met echt de kleintjes, zeg maar. En jij bent daar ook aanwezig. Dan gaan we samen eventjes het Zwolse kindercarnaval af. Dan zijn natuurlijk op 5 plekken in de stad wordt dat dan actief gevierd. En dan willen we toch wel even zien dat we daar onze opwachting maken samen. En op zondag is er dan ook nog in het Vliegende Paard. Hebben ze 2 ingangen, dus gescheiden van elkaar. En ook 1 deel echt voor de jeugd. Dus allemaal zero carnaval. En wij zullen maximaal proberen om dat te promoten en daar ook bij aanwezig te zijn. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat de traditie levend wordt gehouden. En nu raken we een groep gewoon kwijt. Vandaan een jaar of 12, dan stopt het eigenlijk.
dan kom je eigenlijk nergens meer in. En wat er dan gebeurt is dat ze dus 6, 7 jaar niet vieren. En pak ze dan nog maar eens terug. En er wordt heel strak gehandhaafd. Wat eigenlijk 0 of niks 18 is het. Maar ben je niet binnen tot je 21 bent. En ik snap dat ook, want het is gewoon, er staan enorme boetes op. En dat maakt het gewoon lastig. Dus maar volgens mij zijn de horeca wel bezig met bandjes voor de deur. Ja, dat klopt. Voor een bepaalde tijd wel naar binnen mogen. Ja, ik was daar wat voorzichtig in, omdat het nog niet rond is. Daar wordt wel aan gewerkt. Wij zijn er mee bezig. Ik hoor, is het rond? Oh, ik hoor net ook. Het is goed. Kijk, toch een goed. Ja, nee, dat is echt fantastisch. Dat vind ik echt een fantastisch initiatief. En dat is ook het mooie, dat de horeca ook zegt. Het probleem is natuurlijk, op vrijdag en zaterdag, hangt met de benen eruit. Dus dat die horeca die zit niet per se dan te wachten op heel veel volk wat aan de fris of een fantatje drinkt. Aan de andere kant, en dat is mooi, het besef is er ook dat die generatie die daar nu noodgedwongen buiten moet blijven. En hun vader en moeder wel bij wijze van spreken door het raam zien feesten. Die kunnen nu gewoon mee. En dan kunnen naast elkaar staan. En dan maakt het gewoon een stuk makkelijker. Ja. En wat mooi is dat de horeca ook inziet dat het ook voor de lange termijn belangrijk is dat je die club binnenhoudt. Omdat op dezelfde tijd dat er gewoon een biertje gedronken wordt. Toen ik begon in 95 in de harmonie, toen kon je nog gewoon rustig een biertje drinken. En een sigaretje erbij binnen, dat was allemaal nog, dat mocht allemaal nog toen. Wat voor de uivenstampers is dat jaloersmakend. Ja. Dus jullie hebben straks nog heel wat af te lobbyen voor de jeugd. Maar is er wat toevertrouwd, Hans? Jawel. Percussie. Is het toppers, hè? Jawel. Ik hoor zo af en toe nog wel eens een toespraakje. Als ik dan voor Hans sta, dan denk ik van... Nou, er kan meer een grote nog een puntje aan zuigen. Nou, dat is echt zo. En dat is juist het mooiste. En dan twee assistenten erbij die constant op die voorgrond blijven staan. Ja, ons kastje recht hangen. De hele dag dat ding dat schiet over je iedere keer vast. Ja, maar dat vind ik ook. Als je als stadsprins bent, een stadsprinses, dan moet je de tiptop uitzien. En ja. Dan, 12 handen op één ballen, hebben we gezegd. Ja. Dus ja. Dat is en dat is ook gewoon. Dat had elk winter een leus kunnen wezen. Ja. Die is ook mooi. Nog steeds. Met ballen alle diëtisten aan de galg van de ronde. Maar leuk. Maar dat maar uit. Nee, we knippen niks. Ja. Wat is jouw leus? Wat is jouw leus? Carnaval met prinses Celine de Eerste van Adjudant de Evia Suzanne zei, maakt heel Stassen ook blij. Let's go! Kijk. Nou, dat bedoel ik. Dus straks al die jeugd in de Bommel en in Hedel, die staan er alleen maar te roepen. Want, gaan jullie alleen met z'n tweeën of gaan we ook allemaal mee? We gaan allemaal mee. Oké. Nee, het is... Ja, want ik heb gehoord in Hedel, dan mogen de ouders, die mogen de kinderen brengen. En ja, de ouders mogen... Ja, klopt. De deur uit. Ja, we hebben een bijzondere behandeling daar. Dus dat blijkt wel. Ja, en dat is ook, en dat is echt serieus. Vorig jaar, Decibel wilde ook graag even zijn opwachting maken in de Bommel, maar die kwam er toen niet in. Dus dat wordt sowieso een uitdaging. Maar we hebben een beetje gewicht in de strijd. Ook niet met zijn jeugd er voorkomen, mocht je dingen niet geloven. Nee. Dat is er niet in. Dit was echt, nee, dus we moeten kijken of we daar binnen, maar we willen daar gewoon graag zijn. Omdat het belangrijk is om aan de jeugd ook te laten zien dat je de volle bak achter staat. En daar wordt er straks gezegd. Maar dat moet toch geen probleem zijn? Nee, ik kom vast goed. Ik noem, je bent een vertegenwoordiger van eigenlijk van alle carnavalsverenigingen. Ja. Ik kan al makkelijk voor 18 door, toch? Dus dat komt helemaal goed. Dus, strak in pak? Strak in pak, ja. Nou, is wat. Hè? Is wat, hè? De bonkenwiezer worden zo, hè? Hebben jullie nog wat waar je zegt van, ik wil nog wat kwijt? Willen wij nog wat kwijt? Beetje gewicht, een paar kilo. En als er een camera vrij is, dan hoor ik graag de datums, want dan gaan we dat ook in. Dat wil je wel zien. Oh. Ja. Maar we hebben niet alleen hoor, kijken. Ik denk dat Sassen ook wel. Dan gaan we vasten. Mooi. Ik zie een hele grote klimlach. Ik had er al gedacht. Ja, ik zie een hele grote klimlach. Het is allemaal wel niet officieel, maar toch. Wij, prinses Celine de Eerste, prinses van de Eipiepers, jeugdprinses van de Eileuvers en stadsjeugdprinses van Sassendonk. Samen met ons adjudante Evi en Suus, wij groeten u. Alaaf. Wij vinden het leuk dat Sassendonk TV hier opnames komt maken van u en uw bedrijf. En dat wij daarbij mogen zijn.
Omdat dit voor ons een feestje is, hebben wij besloten om voor u en uw medewerkers taart mee te nemen. Okay. Als u de taart nu wilt aansnijden, hebben wij er ook geen problemen mee hoor. Wij ook niet. Wij wensen u en vooral ook de heren van Sasseldonk TV succes. Onze prins Balk kan praten hoor. We sluiten af met onze leus. Carnaval met prinses Celine I en adjudant Evi en Susanna Sai maakt heel Sasseldonk blij. Let's go! Ja, nou, hij kan wel praten, maar hij is wel een klein beetje stil hoor. Nou, die gaan we lekker op baby. Gewoon balk, hè? Wij van Sasseldonk TV, Hans en Batse, vonden het leuk om hier aanwezig te mogen zijn bij jullie. Nee, jongens, zonder gekken. Ik vond het leuk. Batse vindt het ook leuk. Ja. Floyd, dat ik wil het ook leuk. Dus nee, en ook voor de jeugd. Kijk, we proberen van Sasseldonk TV natuurlijk overal, als het kan, bij aanwezig te zijn. Mooi. Ook met dubbele weekenden. We zien het. We gaan er zoveel mogelijk voor. En ook dat de jeugd natuurlijk ook alles ziet. Ja. Ja. Dat is het allermooiste. Ik vond het leuk hier om op het bedrijf te komen. Leuk dat jullie waren. Wij dankjewel. Vonden het leuk. Ja. En Randy die doet straks zijn best weer. Die geeft een knip met plak. Knip met plak. Knip met plak. Alleen wat er, die informele ding daar zo komt. Ja, ja, die gaan er zo, blijven er sowieso blijven in. Sowieso in. Heel erg excuus dan. Alle diëtisten. Ik hou van diëtisten. Hey, jongens, bedankt. En super bedankt. We gaan weer zien. We gaan taart eten. Leuk. Dat moet je ook eens.